deze videotraining laat ik zien hoe je dossieritems instuurt via Insight. Dit werkt hetzelfde voor Outsight. In Insight kun je alleen dossieritems insturen als er verwezen wordt naar een aanmakenpagina. Dit kan dus op verschillende plekken en is afhankelijk van jullie eigen inrichting. Dossieritems insturen kun je doen door instuurprofielen te gebruiken. Op die manier leg je voor één workflow meerdere instuurmogelijkheden vast. Wil je meer weten over de inrichting van Insight en over instuurprofielen? Klik dan op het i'tje rechtsbovenin om de videotraining te bekijken. Ik ga in dit geval een facilitaire dienstaanvraag insturen. Mijn beeldscherm is kapot gegaan en ik wil graag dat deze gemaakt wordt. Bij het insturen van het dossieritem zie je automatisch alleen de velden die op dit dossieritem van toepassing zijn. Vul hier alle velden in. Ook wil ik graag een bijlage toevoegen. Dit kan op meerdere manieren. Dit kan door middel van drag and drop. Hierbij sleep je de bijlage naar de site en zodra deze groen wordt kun je deze loslaten. Het kan ook door een afbeelding te kiezen in de verkenner. Je verkenner wordt geopend en je kunt één of meerdere bijlagen selecteren. Verder kan je ook een afbeelding plakken vanuit je klembord. Als je een schermafbeelding hebt gemaakt, kan je deze altijd plakken door op Ctrl-V te klikken. Ten slotte kan je ook direct een foto toevoegen. Dit is vooral erg handig als je een dossieritem instuurt via je mobiele device. Als je hem compleet hebt ingevuld, klik je op aanmaken. In dit geval is er een workflow gekoppeld aan het dossieritem. Deze zal nu zichtbaar zijn in de takenlijst van de persoon die hiervoor verantwoordelijk is. Ben je dit zelf, dan kan je het dossieritem direct aanpassen of verder doorzetten. Ben je als instuurder nou ook beoordelaar, dan gaat de workflow één keer door en wordt deze meteen akkoord gegeven. Vaak is een workflow zo ingericht dat je altijd een ter info melding in je takenlijst krijgt als het dossieritem afgehandeld is. Tot zover deze videotraining over het insturen van dossieritems in Insight. Thank you.